Goedendag, daar zijn we weer. Vlog nummer 5. Vandaag ben ik in Maarsen geweest bij de computerclub of de Commodore, HCC Commodore interessegroep. Hebben daar weer een hele gezellige dag gehad. Hebben weer een aantal hele leuke machines gezien met name. Ook een machine erbij gekregen. Ik heb 2 machines gekregen en een laptop erbij gekregen. En ik heb met heel veel mensen weer gesproken en iedereen is nog razend enthousiast over het Home Computer Museum. En dat heeft mij weer heel erg veel energie gegeven om er echt volledig voor te gaan. Gelukkig heb ik die energie ook nodig, want ik heb vandaag weer een deel van de verzameling die hier normaal staat naar de loods gebracht. Er was gewoon simpelweg geen ruimte meer hier en ja, ik moet hier ook andere dingen doen naast computers opstapelen. Dus laat ik nou even een stukje film zien hoe het daar gaat. Hey YouTubers, ik ben vandaag in de storage, opslag, hier staat mijn bus. En ik heb vandaag weer wat machines daar naartoe gebracht en ik denk dat het wel leuk is voor jullie om eens te zien waar nou hoe het opgeslagen staat. Dus we lopen naar boven toe. Met deze de weg er naartoe. We zijn nu op de eerste verdieping. Nou, zo staat nu het grootste gedeelte van de voorraad erbij. Het gaat helemaal daar tot aan de top. Zoals je ziet, hier alle dozen. En een Dragon 32, LC10. Bovenop staat de MC10. Drives, daar staan allemaal Commodore, Amiga's en spullen. En hier hebben we allemaal boxen staan, 70 liter per stuk. En het mooie van deze boxen, ik weet niet of ik ergens een goed voorbeeld heb, deze, daar staan die computers mooi om. En hier hebben we de Philips P2000, de monitor daar, daaronder nog wat monitoren. Deze heb ik vandaag gekregen met het gebrek aan het toetsenbord met name en een als je kunt zien hier Amerikaanse plug, dus een Amerikaan dit. Dus een Model 4. Een multipack interface, dus een 1541. Commodore. Spectra video's, een laser. Dit is een Texas Instruments doos. Dat kan ik bijna niet zien. Ja, ja. Texas Instruments. De befaamde S100 bus. Een IBM 8-inch floppy drive en daarboven allemaal dingen waarvan ik echt niet weet wat erin zit, maar vast wel iets wat te maken heeft met computers. Hier hebben we een hele stapel computers. Hier nog dozen, dit zijn allemaal Atari spellen met name die hierin zitten. Er staat ook mijn verloren Power Mac op de grond, die staat daar achter ook zoals je misschien kunt zien. Apple II monitor, een Macintosh. Power PC. Vandaag ook gekregen. Power PC. iMac en monitor. iMac. Daar nog een hele partij monitoren. En daarachter staan waarschijnlijk nog wat draagbare machines. En nog wat tape drives. In die Edifier doos zitten allemaal tapes. Ja, dat is het eigenlijk wel een beetje. Het is behoorlijk vol, als je kunt zien. Harde schijf die dan. Dat is 5 MB harde schijf die hierin zit van Dandy. Zo, nou, kastje dicht en hopen dat we 11 september positief nieuws krijgen. Dan kan dit allemaal naar het museum toe. En dan heb ik thuis ook nog wat staan. Ja, dat was het. Daar ben ik vanavond dus geweest. Zoals je ziet, er staat enorm veel. Er staan grofweg 100 computers daar binnen op het moment. En een hele hoop software en boeken en harde schijven, floppy drives. Eigenlijk alles wat hier gewoon, wat ik niet dagelijks nodig heb. Waar ik nog wel mee bezig ben op dit moment is, ik ga een videootje maken over Tandy 1000. Waarom? Omdat die machine heb ik gisteravond voor het eerst aangezet en
Ik ben helemaal verliefd op die machine, de manier waarop het werkt. Het is misschien uit 85, 86. En als je daar ziet wat daarmee kon in die tijd, vergeleken met een IBM-PC, wat deze eigenlijk een kloon van is. Ja, dat is ongelooflijk. Dus daar gaat binnenkort een filmpje van komen. Laat ik gewoon even zien wat die machine allemaal wel niet kan. Verder ga ik in updates. Dus we wachten nog steeds af. 11 september is de D-Day. Dan hoor ik of het computermuseum daadwerkelijk, of het Home Computer Museum in het pand komt wat ik op het oog heb. En tot die tijd blijf ik vrolijk door met gaan met vloggen. En als er nog tips zijn, hoor ik die graag, want ik doe ook maar mijn best en ik heb er ook helemaal geen verstand van. Maar voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Heh heh heh.